Groene airco's en zonnepanelen hebben ze nog niet bij Torarica, maar het hotel in Paramaribo wil dit jaar in ieder geval werken aan haar green standards. Dat zegt Dave Bouke, algemeen directeur van Torarica. Het hotel participeert ook aan de vakantiebeurs die tot zondag in Utrecht gehouden wordt. In deze televisieserie van Sam Jones neemt hij een kijkje bij verschillende stands die zich richten op Suriname. Vandaag Hotel Torarica. Bij de stand van Torarica op de vakantiebeurs word je vriendelijk welkom geheten. De eerste dag is de vakdag. Voor algemeen directeur Dave Bouke betekent dat zaken doen. Ja, en dat is, daar zijn we heel blij mee, omdat het vandaag de vakdag is. Dus vandaag lopen hier geen consumenten.